Dat gaat niet zoals bij de wereldtafel. Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Janneke Niessen, jij bent vandaag de gast. Je hebt eigenlijk zoveel onderwerpen waar we over kunnen praten met je. We gaan straks over onder meer dit boek praten, maar dan zullen we eerst maar even dichtbij even beginnen met het onderwerp waarom we je uit hebben genodigd. Want Improve Digital is het bedrijf van jou, wat jij hebt opgezet, yeah. Zeer succesvol hebt opgezet. Samen met Joël. Ja, en inmiddels helemaal verkocht, groot deel van verkocht? Ja, inmiddels helemaal, maar we zijn nog steeds actief. Ja, dus, vertel even wat jullie doen. Wij hebben een platform voor uitgevers om hun advertentieverkoop te automatiseren. Dus daar werken we voor Sanoma, RTL, Wegener, Marktplaats. Nou, zijn dat de bekende veiling? Ja, maar dan voor de uitgeverskant. Ja, wat is daar dan specifiek aan? Nou, je hebt systemen voor de uitgevers en systemen voor de adverteerders en de mediabureaus. Ja. En systemen die beide kanten bedienen. En wij hebben echt specifiek gekozen voor de uitgevers. Waarom? Wat is dan het verschil? Je optimaliseert natuurlijk heel anders. Een adverteerder die heeft bepaalde doelstellingen die hij wil bereiken. En daar optimaliseren die systemen op. En wij optimaliseren op maximale revenue voor de uitgever. Ja, en betekent dat ook dat je bezig bent met de inhoudelijke kant van de advertenties? Bijvoorbeeld dingen die ze wel of niet op een site willen? Of gaat het alleen maar over geld? Uiteraard. Nee. Er zit een heel algoritme achter. Per impressie is dat makkelijk tot 100 pagina's lang. En prijs is een element, maar ook de soort adverteerder. Niet iedereen wil alle adverteerders op zijn website. Niet alle advertenties mogen doorkomen. Dus daar wordt ook wel echt naar gekeken, ja. Ja, hey. Een van de vragen die wij hier aan tafel altijd stellen aan mensen, want ik zag ook dat jij daarvoor betrokken bent geweest bij de oprichting van DQ&A. Ook ja. een hele bekende in het wereldje van ja. advertentie uitventen en mogelijk maken op webplatformen. Wat drijft jou om hierin actief te zijn? Waarom dit? Ja, nou, sowieso is de technologie die wij hebben en de power die daarachter zit, de hoeveelheden data die we moeten verwerken, de innovatie die nodig is om op hetzelfde level te blijven als grote Amerikaanse concurrenten, dat is echt heel gaaf. En daar zitten zoveel uitdagingen in. En ja, advertenties zijn gewoon heel erg noodzakelijk ook om goede content online te houden. Maar ja, de technologische uitdagingen. Ik vind het altijd zo'n eigenlijk platte geldbusiness. Of zie ik dat dan verkeerd? Nou ja, dat is het niet. Als je kijkt naar wat wij doen. Kijk, uiteindelijk serveren wij een advertentie en daar kan je van alles van vinden. Maar dat zorgt er wel voor dat al die content online is en dat die gemaakt kan worden. En nog wel, tot de adblockers natuurlijk. De uitdaging wordt groter. Die blijft groot. En daardoor blijven al die bedrijven zich ontwikkelen. Eerst was het alleen maar desktop, nu is het ook mobile, video. Straks gaat het hele programmatic ook naar televisie, naar radio en noem het maar op. En dat komt allemaal weer met uitdagingen en complexiteit. Ja, ik word daar heel erg vrolijk van. Ja, en dan de uitdaging voor jou, althans dat merk ik, want je begint ook te glimmen als je erover praat. Dat, ja. zit hem vooral dan in de technische uitdaging? Nou ja, dat is één element, maar ook het uitbouwen van een bedrijf. Ik bedoel, we zijn begonnen in Nederland en we zitten nu in meerdere Europese landen. Wij zijn echt een concurrent van formaat voor de Amerikaanse spelers. En als je kijkt naar het verschil in funding, ja, dan zijn wij daar echt best wel trots op. Wat wij voor elkaar hebben gekregen met de middelen die wij hadden versus wat zij hadden. En ook het starten in een ander land, dat is niet zo heel erg makkelijk. En daar hebben we ook heus wel fouten in gemaakt. Maar we zijn nu wel groot in de Nordics. We zijn echt een speler in Duitsland en heel hard aan het groeien. In Italië gaat het heel goed, in Frankrijk. Dus ja, en zo'n team bouwen, een heel internationaal team, dat zijn allemaal elementen die het allemaal wel echt heel erg
heel erg leuk maken. Beginnen jullie elke keer weer, je geeft het voorbeeld van verschillende landen. En zeker in Europa is dat natuurlijk zo. Ja. Cultuur is een belangrijk element. Ja. Sommige Amerikaanse bedrijven onderschatten dat. Ja, onderschatten dat wel eens. Ik denk als we gewoon in Engeland gaan zitten, dan hebben we Europa zeg maar wel gecoverd. Voor hun valuation is dat overigens ook meer dan voldoende om Europa te kunnen checken. Ja, maar wat betekent dat voor een bedrijf? Want de techniek kan ik me van voorstellen. Oké, die kun je overal natuurlijk, schat ik zo in. Nou, ook niet helemaal. In principe wel natuurlijk, maar je hebt nog steeds niet overal de euro. En onze user interface is ook in verschillende talen beschikbaar. Wij kunnen heel makkelijk een nieuwe taal toevoegen. Maar in de basis is die technologie wel voor ieder land hetzelfde. Maar ja, inderdaad, een team en, dat, en de manier van werken en dat verschilt zo enorm per land. Ja, dat is ook iedere keer weer een beetje opnieuw. Ja. Wat heb je daarvan geleerd, van die cultuurverschillen? Nou, op ons hoofdkantoor in Amsterdam vooral dat een broodje met kaas voor de lunch echt niet genoeg is. Maar een belangrijke learning voor onze uitrol naar het buitenland is dat wij te veel landen tegelijk zijn gestart. En we hadden dat één voor één moeten doen, omdat je toch beperkte funding hebt en dan veel meer impact kunt maken in een land qua tijd en geld. En de landen zijn gewoon heel erg verschillend. In Engeland wordt heel erg anders gedaan. Zaken gedaan dan in Duitsland. En dus moet je ook je marketing en het type mensen eigenlijk wat je aanneemt daar heel erg op afstemmen. Ja, we hebben een vraag van Johan Schaap op Twitter. Die vraagt: wat heb jij met technologie? En hoe belangrijk is technologie voor Improve? Technologie is wat wij verkopen. Dus voor Improve is dat... Wat heb je ermee? Ben jij een techneut zelf? Ik ben geen developer, maar ik ben wel de Chief Innovation Officer bij Improve Digital. Dus ik ben wel verantwoordelijk voor de strategie van het hele platform en de hele productkant. En ik stuur eigenlijk alle development aan. Dus je hebt er wel wat mee? Absoluut. Ja. Maar technologie is ook heel erg gaaf. Ja, er gebeurt gewoon veel en je kan er zoveel dingen mee doen en internationaal een bedrijf uitrollen en ja, dus ik heb er wel heel erg veel mee, ja. Ja, en Improve Digital is wat dat betreft gewoon een technologiebedrijf. Ja. Meer dan een advertentiebroker of een... Nee, dat zijn we helemaal niet, want wij verdienen ons geld alleen maar aan de technologie. Aan het platform. Ja. 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 En hoe verklaar je nou, want die Q&A was natuurlijk ook een mega succes. Ja. Hebben we ook verkocht. Ja. Wat doen wij in Nederland goed in deze markt? Dat we... Nou, Nederland is echt een perfect land om nieuwe technologieën uit te proberen. Want hier staan we heel erg open voor nieuwe dingen. En efficiëntie, zeker op het gebied van programmatic wat wij doen. Efficiëntie is hier nogal cruciaal, want we zijn natuurlijk heel klein. En of je campagne van een ton verkoopt of van 10.000, het is eigenlijk net zoveel werk. Dus als we dat kunnen automatiseren, dan hebben mensen daar heel veel aan. En we staan er gewoon voor open. En dat is heel anders in bijvoorbeeld een land als Duitsland... Waar ze veel langer proberen vast te houden aan wat er is. En de bestaande situatie. Dus ja, in Nederland is het eigenlijk een perfect land om te starten. Maar je moet wel internationaal, zeker met technologie. Want het is ook meteen weer te klein om alle investeringen terug te verdienen. Ja. En er gaan nogal wat investeringen in zo'n platform. Ja, het wordt juist altijd gezegd dat als je in Nederland iets begint, je moet dat doen met een internationale focus, anders heeft het eigenlijk geen nut. Ja, nee, maar dat klopt ook. Ben je mee eens? Ja, absoluut. Ja. Maar dan zie je Nederland echt als een testmarkt en een lab om je technologie goed uit te ontwikkelen. Ben je klaar daarmee? Of ja. Ja, en dan is het nog wel jammer, zeg maar, in Europa dat heel veel investeerders best wel risicomijdend zijn. En, dat horen we nou de hele tijd. Ja, die quotes moeten we binnenkort achter elkaar zetten. Ja. Maar wat is dat dan met die Nederlandse investeerders? Nou, het is niet Nederlands, het is Europees. Europees? Kijk, in wat wij doen is schaal belangrijk. Dus je moet heel veel investeren om tot die schaal zeg maar, te komen. De eerste paar jaar maak je geen winst. Maar dat is de bedoeling. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Heel veel investeerders zijn toch wel gefocust op wanneer ben je dan cashflow positief. En in Amerika, als je zegt van nou, we hebben 10 miljoen nodig. Nou, in Europa worden ze heel zenuwachtig en zeggen ze wat kun je met 5? En in Amerika zeggen ze 10, waarom niet 20? Ja. En dat is wel echt een groot verschil.
Hey, als je zegt van wij, ik ben er trots op, want we zijn relatief met als je het vergelijkt met die anderen, qua funding, qua partij die we zijn. En we kunnen goed concurreren met die andere internationale spelers. Wat onderscheidt jullie volgens jou? Dat we Europees zijn. Service die we bieden. En dat wij echt een platform hebben wat puur is gericht op uitgevers. En dus ook heel erg op wat zij nodig hebben. En wij hebben niet zeg maar ontwikkeld voor de long tail, dus one size fits all, zeg maar. Maar echt gekeken voor die specifieke groep premium publishers. Van wat hebben die nou nodig? Maar als en wij zijn heel erg open in sowieso transparant in ons businessmodel, maar ook in de data bijvoorbeeld. Wij delen die data als klanten daar dingen mee willen. Dat houden we niet achter om daar zelf dingen mee te doen. Ja. En als je zegt van we zijn een technologiebedrijf, dan neem ik aan dat jullie ook kijken van oké, wat kunnen we nog meer met die technologie? We hebben nu gekozen voor die uitgevers, dus dat is binnen deze setting prima, zeg maar helder. Jullie technologie en deskundigheid zou je ook op andere markten kunnen loslaten. Ja, maar met beperkte middelen moet je wel focus houden. En wij focussen heel duidelijk op Europa, op een aantal landen, op die uitgeverskant. Maar er is nog heel veel te ontwikkelen in dat platform. Want we hebben nu een desktop mobile video. Maar dat gaan we verder ontwikkelen naar tv. We gaan eigenlijk zorgen dat we voor uitgevers gewoon één systeem bouwen waar zij alles mee kunnen doen. Nou, leg dat even uit. Verder ontwikkelen naar tv, dat klinkt heel simpel, maar dat is heel ingewikkeld. Ja, nee, uiteraard. Maar daarom is het ook zo leuk. Ja, maar hoe werkt dat dan? Dan ga je dus... wij hebben nu Swisscom als moederbedrijf. Die zitten al in die wereld. Dus we hebben vanuit hun hebben ook allemaal specialisten waar we dan samen mee gaan doen. Wij weten alles van programmatic. Die algoritmes, dat automatiseren. En dat kunnen we met hun samen verder ontwikkelen. Dus je zet daar gewoon specialistische teams op. Je moet niet denken van, oh, we passen wat dingetjes aan en dan kan dat ook op tv. Zo werkt het niet. Hetzelfde voor mobile, dat is ook gewoon heel wat anders. Maar heel veel basisprincipes gelden weer wel. En het is de kunst te combineren. Dat moet je even uitleggen, want televisie is een totaal andere wereld, totaal andere markt. Het is lineair. We zijn, nog wel. Ja, maar je wil nu naar tv. Dus nee. Dat is, of gaat het alleen maar over de VOD-markt? En de digitale televisie. Want nu heb je natuurlijk één commercial voor iedereen hetzelfde. Maar doe je dat digitaal, dan kan je dat natuurlijk wel ook anders doen. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Ja. Weet je wel, per regio. Ze proberen al waar mogelijk wat te targeten. Sommige advertenties worden alleen via dat kabelnetwerk, via dat kabelnetwerk. Wat is daar dan de ontwikkeling die jij verwacht de komende jaren? Vanuit ik denk dat ook gewoon heel erg sowieso de manier waarop die executie gaat. Want je hebt het veilen, maar je hebt ook het automatiseren van het proces. En dat is ook een heel belangrijk stuk. En maar maak dat eens concreet. Zie ik dan straks een reclameblok wat alleen ik zie? Of blijft dat... Ja, nou dat gaat sowieso gebeuren. Maar dat is dan meer het individuele afstemmen van die commercial. Maar als je kijkt naar gewoon desktop, dan had je eerst ongeveer 42 stappen. Ooit heeft iemand daar een overzichtje van gemaakt. Tussen een adverteerder die een advertentie live wil en uiteindelijk dat die online verschijnt. Nou, dat hele proces kun je automatiseren. En dat geldt voor televisie ook. En ik denk dat daar eerst de focus op ligt. En daarna pas veel meer echt dat individuele veiling aspect. Oké, het gaat eerst om het simpeler maken van het proces. Ja. En dan eigenlijk ga je keihard concurrentie aan met de mediabureaus? Nee, want wij werken alleen maar voor de uitgevers. En die mediabureaus die hebben zelf ook systemen. Want die moeten ook automatiseren. En die systemen die communiceren met elkaar. Dus mediabureaus gebruiken nu ook platformen, zeg maar, die dus voor adverteerders werken. Dus we gaan niet concurreren met mediabureaus. Met wie concurreer je dan wel? Met andere systemen. En wij zeg maar ondersteunen de Ja, maar over het algemeen, als je iets automatiseert, dan vallen er schakels weg in een keten die daarvoor door mensen werden gerund. Ja, maar als je kijkt naar uitgevers, dan heb je natuurlijk sales- en executieteams die dat allemaal doen. En je ziet dat die rollen heel erg veranderen. Dat de Dus het zit vooral intern bij de uitgevers dat door jullie platform enorm verandert. Ja. Ja.
Jij zei net al, die advertenties zijn belangrijk, want ze zorgen voor een inkomstenstroom. En daardoor kunnen, een van de inkomstenstromen waardoor bladen bijvoorbeeld van uitgevers gemaakt kunnen worden. Het onderwerp van deze tijd is natuurlijk, zijn de adblockers. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want het is heel onrustig. Nu in de afgelopen weet je, mensen die tot en met Alexander Klupping met de wereld draait door aan toe. Ja. Van hoe belangrijk het wel niet is dat wij naar reclames blijven kijken die we niet willen zien. Ja, dat is op zich een prachtig nobel streven van hem. Want hij heeft natuurlijk ook uitgevers die naar de mond moet praten. Maar goed, dat even terzijde. Maar hoe kijk jij daarnaar? Want ik vind ook dat die dingen betaald moeten worden. Maar ik denk, geef mij relevantere reclames. Geef mij relevantere inhoud. Ga het eerst eens beter maken. Ja. Dan hoef ik die hele adblocker niet te installeren. Nee, nou ik denk dat heel veel mensen die een adblocker installeren eigenlijk niet weten wat ze doen. En dat ze niet per se doorhebben dat ze daarmee eigenlijk de content die ze heel graag willen zien onmogelijk maken. Dus ik denk dat je als uitgever dat moet uitleggen. En dat je mensen dus moet vragen van whitelist mij. Als je mijn content graag wil zien, wij moeten toch geld verdienen. Want anders kunnen we die content niet maken. Dus als je ons whitelist, kunnen we je advertenties laten zien. En kunnen we dat zo verdienen. Wil je dat niet? Dus opvoeders één, zeg maar. Ja, dat is denk ik extreem belangrijk. En de andere optie die je denk ik als uitgever moet geven. Nou oké, wil je niet advertenties zien? Fine. Maar betaal dan voor de content. En persoonlijk zou ik iedereen die en niet wil betalen voor de content en niet die advertenties wil kijken, dus op een andere manier betalen, ja, zou ik gewoon niet meer de content laten zien. Ja. Want blijkbaar heeft het dan geen waarde. Je zegt het nogal makkelijk, hè? Van mensen zouden moeten snappen dat het zo niet werkt. Nee, maar dan moet je ze dus uitleggen, Erwin want blijkbaar. Advertenties prima, mis relevant. En ik denk dat daar de oorsprong van het probleem zit. Want ik word nog steeds elke dag doodgegooid. Want ik heb geen adblocker op mijn desktop. Met dingen die ik twee weken geleden heb gekocht. Ja. Heb ik nog 3 maanden allemaal homepage takeovers van iets wat ik al heb gekocht. Ja. Weet je wel, zo slecht werkt het gewoon allemaal. Ja. Je kunt mensen maar niet verwijten dat ze daar geen zin meer in hebben. Nee, maar zo hoeft het niet te werken. Dus ja, ik denk dat adverteerders ook een belangrijke. En jij werkt voor die uitgevers. Waarom is dit zo moeilijk? Dit ligt bij de adverteerders. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar die plaatsen. Er zijn twee dingen. Maar jij werkt voor de uitgevers. In nu.nl kan toch gewoon zelf bepalen welke advertenties ze er wel of niet op zetten? Ja, maar die weten toch niet of jij die schoenen net hebt gekocht? Maar waarom weten ze dat dan niet? Omdat dat is wat de adverteerder weet en die informatie wordt niet gedeeld. Dus, maar kan jij dat niet oplossen voor me? Want jij werkt voor nu.nl. Nou, er zijn twee dingen die moeten gebeuren. Ik denk, doordat je die dialoog aangaat met die bezoeker over die advertenties. En dan kun je ze dus ook relevanter gaan maken. Want je kunt misschien ook meer informatie krijgen van die bezoeker. Ja, maar ik kijk toch eerst naar de andere kant. Wanneer wordt dat nou eens een keer opgelost? Dit soort ellende. Niet bij de bezoeker. Dat ik moet zeggen van straks moet ik zelf nog gaan invullen met mijn boodschappenlijstje welke advertenties ik niet meer wil zien. Nee, maar dan. Het moet echt niet gekker worden natuurlijk. Nee, maar goed, er is ook nog zoiets als privacy. Iemand kan niet zomaar alles van jou weten, want dat vinden mensen ook weer heel eng. Dus maar de systemen zijn dus gewoon slecht. Nee. Die volgsystemen en die cookies. Die worden gewoon niet altijd goed toegepast. Want schieten ze met hagel. Kunt gewoon een frequency cap opzetten of ook registreren dat iemand het heeft gekocht. Nee, het gaat me niet om de frequency, het gaat me om de inhoud. Ja, maar dat kan dus ook. Je kunt ook weten dat iemand iets gekocht heeft. Dus, en die systemen kunnen dat allemaal, maar ze moeten wel goed worden toegepast. Dus, aan wie ligt het dan dat het niet goed wordt toegepast? Aan de adverteerder. Dat zit aan de adverteerderskant. Maar ik wil niet daar de schuld niet leggen. Want het is een verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat het relevanter wordt. Maar ja, dan moet je daar wel de tools voor hebben. En van een bezoeker kun je een aantal dingen weten. Maar niet alles. Ja, Dimitri Lambermond zegt fout ligt bij lezer, fout ligt bij uitgever, fout ligt bij adverteerder. Nee, we willen het gewoon niet. Nee, ja, maar dat kan. Maar dan moet je gewoon betalen voor de content. Ja. Maar ik zeg niet dat de fout bij iedereen ligt, behalve bij ons. Ik zeg dat iedereen een rol heeft in die keten. Maar ook de lezer. Maar die moet wel ook. Maar die moet wel ook of betalen of
Die content kan toch niet gratis... ik zou willen dat het maar de ervaring is gewoon kloten. Ja. Dan kun je allemaal verklaringen... Nee, die moet dus verbeterd worden. Daar begint het absoluut. Mee. Absoluut. Ja, oké, okay, maar zijn het ja, want ik heb een voorbeeld dat ik vaak geef, maar dat ik ook blijf geven. Want wat mij betreft het beste voorbeeld vanuit mijzelf is. Ik keek vroeger altijd naar MTV 2. Dat is een zender van MTV die uit Engeland komt. Ik hou van Engelse popmuziek. Mm. En de reclames daar waren bijna allemaal reclames voor platen die nog uit gingen komen. Voor concertreeksen die begonnen, et cetera. Yeah. Ik heb een reclame daar nooit als... irritant ervaren. Omdat het eigenlijk allemaal relevante inhoud voor mij was. Informatie waar ik op zat te wachten. Maar dat komt omdat die content ook heel specifiek was. Ja. En dan weet je waar de mensen van houden die daar komen. Maar als jij algemene content hebt... dan kun je niet altijd weten wat een individu leuk vindt. Nee, maar wat mij geleerd heeft is dat het dus anders kan. In mijn perceptie dus. Ja. Want in mijn perceptie was het eigenlijk geen reclame. Het was gewoon informatie bijvoorbeeld. Dus, en relevant voor mij als liefhebber. Ik denk dat daar wel heel grote stappen te zetten zijn. Ja, nee, absoluut. Maar ik zeg ook niet dat we er zijn. Maar dingen moeten wel mogelijk zijn. En als jij op een algemene nieuwssite komt... kun je niet altijd weten dat jij van bepaalde Engelse muziek houdt. Nee. Hey, ik wil heel graag nog over het boek wat hier ligt. Is het goed of heb je nog een... Even Twitter nemen we altijd Wim Rampen. Die zegt, horen jullie jezelf praten, Fast Moving Targets? De consument opvoeden om advertenties te kijken. Daar zijn we al zo goed in dat we zijn uitgekeken. Nee. Het gaat er niet om dat een consument geleerd moet worden dat hij advertenties kijkt. Maar het gaat er om de consumenten zich van bewust te maken dat gratis niets bestaat. Dat is en niet leren advertenties kijken. Daar gaat het niet om. Maar gratis bestaat niet. Nee, maar dat is een heel ander probleem. Ja, maar dat is wel dat opvoeden een stuk eenvoudiger zou zijn. Als het niveau van wat je dan voorgeschoteld krijgt aan commerciële boodschappen goed zou zijn. En dat is natuurlijk het grote probleem. Nou, ik denk, Ik vraag me af of mensen ooit zullen zeggen dat ze reclame echt heel tof vinden. Ja, even zeker. Ja, het kan. Maar dan op echt specifieke content sites, dat is echt wat anders. Ja, maar weet je, er wordt al zo lang... Weet je, big data is hier doorlopend een onderwerp van gesprekken aan tafel. Ja. Er wordt geprofiled tot ze erbij neervallen. Ze weten werkelijk alles van mij. Alles. En het lukt niet moet het wel om mij relevante advertenties voor te schoten. Toegepast worden, online. Daardoor... zijn mensen er zat van. Daardoor installeren mensen adblockers. Daardoor gaat het businessmodel onderuit van de gratis sites die leveren advertenties. Ja, en dan kun je wel de consument gaan opvoeden zolang je wil, maar dat gaat niet lukken. Nee, maar zeg maar een advertentie van een verzekeraar. Die kan je nog steeds als heel irritant ervaren, terwijl die wel heel relevant is. Nee, maar de feit is, je noemt hem nu. Ik heb gisteren nieuwe autoverzekering afgesloten. Nou, ik word de hele dag... Gisteren heb ik het allemaal gegoogeld, prijsvergelijk gedaan, geboekt, klaar. Nou, ik word vandaag doodgegooid met advertenties van allerlei verzekeraars en ik weet zeker dat dat nog een maand doorgaat. Maar die dat hoeft niet. Die kunnen dat toch niet altijd niet weten, dat jij al hebt geboekt? Nee, dat interesseert mij niet of ze het wel of niet weten. Nee. Ik wil het niet. Nee, maar dan verwacht je dingen die gewoon helemaal niet mogen binnen de privacywetgeving. Want als zo'n verzekeraar iedereen doorgeeft van hij heeft geboekt, dan heb je pas echt... Nee, maar dit is dus geen goed systeem. Dus het is logisch dat het eindig is. Het is waardeloos. Ja, maar wat is dan volgens jullie de oplossing dat content wel nog kan blijven bestaan? Dat is een ander probleem. Kijk, dat vind ik een hele interessante discussie. We hebben het hier heel vaak over. En daarom ben ik erg voor betaalmodellen en mensen de keuze geven tussen betalen zonder advertenties of niet betalen met advertenties. Maar heel veel mensen zullen toch voor die advertenties kiezen, hoor. Nou, dan moeten zij niet zeuren. Dat is mensen de keuze moeten krijgen. Ja, maar daar zijn we denk ik over. Ja, eens. Ja. Ben ik met je eens. Jij wilde naar het boeken. En ik ook. Want we lopen anders uit de tijd. Ja. Nee, want dit is een prachtig onderwerp. Maar voordat we met de uitzending begonnen, hebben we met je gesproken over dit onderwerp. Een boek waar jij mede verantwoordelijk voor bent. Het is naar een idee van jou. Ja. Wat is het? En waarom is het een
Waar ben jij er zo enthousiast over? Ja, nou, het is een boek voor jonge meiden. Tussen de 10 en 14 ongeveer. En de reden om dit te schrijven is omdat ze op die leeftijd heel vaak zeggen... ik wil iets creatiefs doen, dus technologie is niks voor mij. Nou, dat eerste is helemaal prima, dat tweede niet. Want technologie is heel creatief en ligt ook aan de basis van heel veel creatieve beroepen. Maar vooral heel belangrijk voor de toekomst. En bijna alle bedrijven zullen technologiebedrijven worden. Heel veel bedrijven zijn dat al. Een bank is al gewoon een IT-bedrijf en zo geldt dat voor heel veel bedrijven. En wat ik heel erg zonde vind, als zij eigenlijk al op jonge leeftijd, als ze keuze maken voor studierichting, zeg maar, op de middelbare school, eigenlijk dan al technologie afschrijven en daardoor heel veel kansen laten liggen. En niet omdat ze het niet leuk zouden vinden, maar omdat ze een verkeerd beeld van hebben. Want het wordt heel vaak gezien als saai en moeilijk, terwijl het is helemaal niet saai. En je kan het gewoon echt leren. En dat willen we graag laten zien in echt een leesverhaal. En het is niet de bedoeling dat iedereen developer wordt, want dat vindt ook niet iedereen leuk. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je de basis van technologie snapt. Dat je die manier van denken omarmt. Want ook in marketing, in sales, product, design, overal speelt dat gewoon een hele. Ja, overal speelt het een hele belangrijke rol. Ik kan met die Kroes horen praten. Nou, die heeft het voorwoord geschreven. Die support. Heeft hij nu wel het boek gelezen? die support dit ook heel erg. Ja. En nou, we hebben ook een bovenliggend initiatief, Inspiring 50, om eigenlijk meer vrouwelijke rolmodellen in technologie zichtbaar te maken. Ja, dat is ook helemaal gericht op meisjes, hè? Ja. Want kiezen die jongens wel voldoende voor technologie? Ja, in ieder geval meer. Nee, en er wordt ook automatisch al veel meer gestimuleerd. Terwijl bij meisjes veel sneller ook wordt gezegd van... oh joh, nee, dat moet je niet gaan doen. Terwijl het echt heel relevant is. En gewoon om een leuke baan te krijgen in de toekomst... op welk niveau dan ook... moet je gewoon technologie snappen. En dan als we dan kijken naar cijfers in de top... En die zijn nu al heel erg slecht. En we zijn dan allemaal heel blij als we een klein beetje verbetering hebben. Maar als dit doorzet en meiden laten het massaal links liggen... dan worden die cijfers alleen maar slechter. Nou, dat kunnen we ons niet veroorloven. Is door allerlei onderzoeken aangetoond dat diverse teams... gewoon veel beter presteren financieel. En we hebben honderdduizenden tekorten... openstaande vacatures over een paar jaar in technologie. Dus we kunnen het ons helemaal niet veroorloven dat de helft van de bevolking zegt, mooi, niet mijn ding. Ja. Hey, dat was je doel. En toen heb je gedacht, wat is het middel? Ja. Toen kwam je uit op een leesboek. En nou, we hebben mode als uitgangspunt genomen, omdat dat gewoon een interesseveld is van heel veel van die meiden. En je kan iets heel erg al technisch kiezen, maar dan ga je preach to the converted. En we willen juist die meiden overtuigen die denken... Het boek heet Project Prep, ja, de lancering Prep van een mode-app. Ja, dus Isabel... Die gaat naar de brugklas en dan heeft ze helemaal de zenuwen over wat ze aan moet. En haar beste vriendinnetje Kate weet precies wat en hoe, dus die gaat haar helpen. En dan denkt ze van, oh nou, het zou handig zijn als daar nou een appje van bestond. Dan hoef ik niet de hele tijd haar op te bellen. En dus ze gaat zichzelf leren coden, ze gaat een app maken. En ze maakt eigenlijk, dat wordt langzaam een bedrijfje. En ze maakt eigenlijk alles mee wat je als technologieondernemer meemaakt. Geen geld hebben, servers die crashen, aangeklaagd worden, je app die afgekeurd wordt, klagende gebruikers, alles zit erin, maar ook de leuke dingen. Een interview, ze worden genomineerd voor een award, blije klanten, maar ze moeten ook op vakantie als het helemaal niet uitkomt. Eigenlijk is het alles... wat ik heb meegemaakt. Maar dan... Precies, ik wou zeggen, hier zit 20 jaar ondernemerservaring in. Ja, het is niet autobiografisch, want ik heb nooit een app gelanceerd. Je hebt het ook niet zelf geschreven, voor de duidelijkheid? Nee, Nicky Smit. Want schrijven is ook een vak. En ik weet veel van technologie en ondernemen, maar Hoe werkt dat dan? Jullie hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ja. Het idee was van jou en zij is het toen opgeschreven. Ja. En zij heeft het echt perfect gedaan. Ja. Het is echt een heel leuk boek geworden. Heel groep? Ja. Meiden? 10, 14. Ja.
En wat zijn de reacties? Zijn er al meiden aan de slag gegaan met... Ja, nou dat is dus ook echt heel leuk. We krijgen heel veel mailtjes van meiden die dus begonnen zijn, die nog meer tips willen. Die zeggen, ja, maar alles wat jullie op de site hebben gezet, dat heb ik nu al gedaan. Wat kan ik nu nog gaan doen? En sowieso wat heel leuke dimensie geeft aan je dag is fanmail. Ja. Want ja, dat is gewoon, daar word je gewoon heel vrolijk en enthousiast van. Maar het blijft, hoor ik nog van de mailtjes van meiden die echt zeggen van... Nou, en ik ben nu helemaal geïnspireerd. Ik ben aan het nadenken over een app. En ik ga dit vak op school erbij doen. En die echt de message hebben begrepen. Ja. Maar er zijn ook volwassenen die het lezen en die het ook heel leuk vinden. Hey, ja. Dus een goed voorbeeld, doet het volgen. Inspireren is hier een belangrijk ding van. Dat, je zei het net al, hè? Want een ander ding wat je doet is Inspiring 50. In het algemeen vrouwen in de technologie. Hey, wij krijgen daar best vaak opmerkingen over. Gisteravond nog. Gewoon klachten. Klachten over. Gisteravond nog. Weet je wel, van dat er zitten te weinig vrouwen. Dat is, ben ik mee eens. Maar zijn wij male chauvinist pigs die alleen maar hun vrienden uitnodigen? Hoe komt het dat wij hier te weinig vrouwen aan tafel krijgen? Wat doen wij fout? Want laten we de andere kant even pakken. Ja, het is denk ik algemeen bekend dat mensen toch graag of vaak ook werken met mensen die op hun lijken en noem maar op. Dus bias is daar onbewust ook speelt daar een rol in. Maar dat is ook een van de dingen die wij proberen, die vrouwen meer zichtbaar te maken. Zorgen dat ze ook zelf meer naar voren stappen en zeggen, hey, ik heb een interessant verhaal. Dus er zijn er veel meer en wij zien ze te weinig, omdat we in ons eigen wereldje, zeg maar... Maar dat ligt, dat ligt net zo goed ook aan die vrouwen. Die moeten ook meer vertellen over wat ze doen. Ja, en in ieder geval, ik weet niet of het in meerdere bedrijven is, maar je investeert ook, zag ik. Je bent mentor bij Startup Bootcamp. Ja. Wat zie jij daar aan, als je kijkt naar de samenstellingen van de teams? Als je het hebt over vrouwen, mannen, zijn er daar genoeg, zeg maar... Nee, dat is natuurlijk ook nog steeds... Ja. Het wordt wel steeds beter, maar dat zijn ook nog steeds... een minderheid, hè? Ja, absoluut. Ja. En komt daar, drijft dat jou om zo'n boek dan te schrijven? Dat je denkt, nou, dat kan op lange termijn, moet dat natuurlijk gewoon veranderen. Ja, nou, wij zijn... Het is heel ongezond als een sector door één seks. Nou ja, ik denk dat diversiteit gewoon heel erg belangrijk is. En wij hebben zelf, daarom zijn we Inspiring 50 gestart. Je hebt gewoon te maken met bepaalde perceptie. Een succesvolle ondernemer is een blanke man. En als dan een investeerder een vrouw tegenover zich ziet, dan vallen niet alle puzzelstukjes automatisch op zijn plek. En wij zijn niet echt enorme klagers. Dus wij dachten, nou, hoe kunnen we die perceptie veranderen? Door meer voorbeelden te laten zien dat het anders kan. Dus dat is onze insteek heel erg geweest. En toen dacht ik voor dat boek van, nou, we kunnen al die rolmodellen meer zichtbaar maken. Maar wat voor mij een rolmodel is, is voor een jong meisje. Ze niks. Dus ik dacht, nou, die hebben hun eigen rolmodel nodig. En dat is Isabel geworden. Ja. Ja. En we zijn natuurlijk allemaal veel te oud voor die generatie. Het zegt ze allemaal. Maar dit boek ga ik wel lezen. Ja, ik ook. Ja, dat lijkt me wel. Maar goed, ik was vorige week met mijn dochter naar U2 geweest. En dat vertelt ze dan in twee gymnasium. Maar er is niemand die ooit van die band had gehoord. Nee. Dat is toch geweldig? Ik was bij Lowlands. En mijn dochter, en dat was Underworld. En dat is een groep die ik heel goed vind. Maar die is van 20 jaar geleden, zeg maar. Dus mijn dochter zei, ancient. Ancient. Ja, oké. Ja, goed. Dat is, zo hoort het ook. Dat is goed. Ja. Het boek is interessant. En, zit er, want dan zijn ze straks geenthousiasmeerd na het lezen van dit boek. En dan, waar kunnen ze terecht als ze enthousiast zijn? Ja, we hebben een website waar we tips geven over waar ze kunnen leren coden, prempdeproject.com. Maar we organiseren ook nog dingen. We hebben in de kinderboekenweek en codeweek, die vallen tegelijk, hebben we een high tea, waarbij we topvrouwen uit technologie uitnodigen en jonge meiden die dan allemaal vragen kunnen stellen aan die vrouwen. We hebben een wedstrijd waarbij we
Die meiden vragen om ideeën voor een bedrijf in te dienen. En zodat ze daarover na gaan denken van, nou, wat voor bedrijf zou ik nou willen starten? En aan het einde van het jaar gaan we daar een rode loper event voor organiseren. Om de 50 leukste plannen gaan we dan echt even in het zonnetje zetten, ja, en een superleuke middag voor organiseren. Geweldig. Leuk, hartstikke leuk. Hey, dank voor je komst. Ja, ja. Dank voor de uitnodiging. Ontzettend bedankt. En we houden zeker contact om ons kwotum te veranderen, Stekel. Want dat is, ja, misschien moet jij ons een beetje helpen. Jij moet ons echt een beetje helpen. Ja. Want ik word echt, net gisteravond, ik word echt chagrijnig van, merk ik ook. Dus dat is goed als voor degene die de kritiek... En wie was dat dan? Ja, Antoinette Hoes. Oh, als ze nu zitten te kijken, dan weet ze genoeg. dat even terzijde. Ze moest gelukkig zelf ook wel toegeven dat bij haar en het bedrijf, het hele creatieve team, helemaal alleen uit mannen bestond. Dus dat vond dan nog maar een kleine... Ja, bij ons is het echt 50-50. Ja, ik zag het. Ik ben ervan overtuigd dat, kijk, weet je, dat een heel groot verschil natuurlijk maakt. Maar dat, absoluut. Als je dit bedrijf kijkt, zeg maar, De Waag dan. Het is niet ons bedrijf, maar De Waag, wat door vrouwen gestart is. Dan zie je dat daar is een andere verdeling dan een bedrijf wat door mannen gestart is. Dat is gewoon zo klaar als een klontje. Dat is wat je zegt. Je zoekt hetzelfde soort mensen. Ja. Oké, jullie die nu live kijken, blijf live kijken, want straks praten we verder over Startup Amsterdam. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending kunt terugzien. We danken Streamzilla uit Groningen, die al ruim 4 jaar, minus 3 weken, ervoor zorgt dat je live kan meekijken naar deze uitzending. Ja, heb ik goed onthouden, hè? Ja. En als je wil weten waar het over gaat, kijk naar de uitzending van vorige week. Want toen hadden we het er ook eventjes over. En nog eventjes, je zag net in beeld het URL. Laat ik je nu nog eventjes nog een keertje zien. Je weet dat je FMT-member kunt worden. Daar krijg je heel veel voor terug, voor een tientje per maand. Maar volg eventjes de URL en daar staat het allemaal uitgelegd. Iedere dinsdagavond zijn er 2 interviews. We gaan op weg naar de 500. Die gaan we volgend jaar halen, steken als we 5 jaar bezig zijn. Blijf live kijken of kijk on demand verder. Dankjewel. Dag.